Jan Klein Jan, van harte gefeliciteerd met de verjaardag. Dank je wel. Ja, 70 jaar. Ja, de zeven kruisjes zijn er. Het is toch een beetje een mijlpaal, toch? Dat is een mijlpaal, ja. Er zijn een hoop vrienden van mijn kennissen die al lang onder de grond liggen. Ja. Voor deze leeftijd. En dat besef je op een dag als deze misschien? Ja, ja, ja. Ja, dat gaat door je heen, voetballers en alle kennissen die ik heb. Ja, want je hebt waarschijnlijk genoeg kennis overgehouden aan het voetbal. DFC, Sparta, ja. Sochaux, zeg ik het goed? Ja, allemaal prima wat je zegt. Zijn dat de tijden waar je nog veel aan terugdenkt eigenlijk? Ja, DFC is de mooiste tijd voor me geweest natuurlijk. Dan ben je jong. Dan kwam ik al 16-jarig in het eerste. Maakte gelijk 3 goals. Dus dan zit je wel gebeiteld eventjes voor een paar weken. En nog steeds Dordtenaar? Nog steeds Dordtenaar, ja. Ja, het is iets anders dan FC Dordrecht tegenwoordig. Ja, nou, ik heb wel in Dordrecht gespeeld. Toen heette het nog, hoe heette het toen ook weer? Ja, ook Dordrecht gewoon. FC Dordrecht. Ja, het zal wel. Ja. 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 En 12 interlands? Ook dat nog. Ja. Ja, ik weet niet hoe vaak je aan die tijd eigenlijk terugdenkt. Nou, een hele tijd. Als je de tijd gaat noemen, dan moet ik een kaartje laten zien. Dat weet ik al niet meer hoor. De eerste wedstrijd zat nog in dienst, dus tegen Duitsland was dat, tegen Oost-Duitsland. Die wonnen met 1-0. Ja, ja. In het stadion van in Amsterdam, hoe heet het ook weer? Olympisch Stadion. Olympisch Stadion, ja. Nou, dat was toen even het mooiste in Nederland. Ja. Toen België nog meegespeeld, ik nog een doelpunt gemaakt ook. Man achter de spits, hè? Ja, een beetje achter de spits, ja. Omdat ik vrij goed kon schieten, links en rechts, dus het was voor mij niet moeilijk om... Zeg maar een beetje de Messi-stijl. Om maar een kleine bescheiden vergelijking te maken. Ja. Ja. Volg je het voetbal nog veel? Nee, helemaal niet. Nee, het trekt me niet meer. Echt niet. Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet. Omdat ik zelf te veel heb gedaan, denk ik. Of zat je misschien ook te erger als je... 18 jaar professioneel gespeeld, dus... Ja. Ja, dat is nogal wat. Dat is een behoorlijk tijdje, ja. Was het nou 5 jaar Sochaux, hè? 5 jaar Sochaux, ja. Van 72 tot 77. Wat voor resultaat heb je daar kunnen boeken? De finale beker, die verloren we tegen Monaco met 1-0. En de derde plaats is de hoogte wat we gehaald hebben in de competitie. En we zijn hier lager gegaan naar 5e of 6e plaats. In de tijd waar ik er toen nog speelde. Ja. Nou, dat is vrij redelijk. Ja, dat mag je zeggen. Ja. En dan ben je altijd onbetwist basisspeler mogen ja, te spitsen? Ja, onbetwist. Ik ben nooit reserve geweest of zo. Ja, als ik een blessure had, dan was wat anders natuurlijk. Maar ik heb niet op de bank gezeten. Nee. Hoe zit dat in Sochaux? Dat is natuurlijk een beetje... De club is weggezakt, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is een van de oudste clubs van Frankrijk helaas. En een van de betere clubs ook altijd geweest. Ik hoorde net, je gaat jaarlijks nog eigenlijk naar de reunie toe. Elk jaar ben ik gegaan, behalve de laatste 3 jaar. Door mijn ellende die ik heb nu. Ja, maar ja, want je bent... Ik heb een heup gebroken. Ja. En ik zit nog steeds zonder heup. Die moet nog geopereerd worden dus. En dat is sinds 2013. Ja, nee, 2013, 2014, 2015, ja. Dan ben je natuurlijk een stuk minder mobiel, dat is duidelijk. Ja, ik ben helemaal niet mobiel. Ja, door mijn stoelen. Ja, het is rollen in plaats van rennen tegenwoordig. Juist. Ja. Maar ja, de hoop is met een nieuwe heup dat... Ja, de dokter heeft gezegd, mijn arts, dat ik weer word zoals ik was. In 1988 heb ik een herseninfarct gehad. Dus ik was al niet helemaal zoals het hoorde, zeg maar. Maar ik liep weer goed, ik reed de auto gewoon. En de dokter zei, als we klaar zijn met je, dan kan je weer hetzelfde doen. Nou, wat me opvalt, als ik je nu spreek, je bent wel goed geluimd. Oh, dat ben ik altijd. Ja, wat moet je anders? Je kan er nog niet de hele dag zitten van... Oh god, wat ben ik allemaal hier ook. Dat doe ik niet. Nee. Ik ben altijd optimistisch. Het zit in het karakter. Ga me wel eens vervelen natuurlijk, maar... Het is niet anders. Nee. Als je in zo'n show komt, bij zo'n reunie, word je dan nog een beetje... Jawel. Goed ontvangen. Ze kennen me allemaal nog, tenminste de ouderen dan. Maar er zijn ook een hoop spelers alweer weggevallen. Die gestorven zijn. Elk jaar als je komt, we krijgen eerst een bespreking van het bestuur en zo, hoe het gaat. En dan gaan we naar de golfbaan, dan gaan we daar eerst lekker eten. En dan gaan we dus, s'avonds wordt ze gespeeld.
zaterdagavond. Want er is altijd zaterdag de competitie daar. En daarna zitten we weer ook weer, als we winnen vooral natuurlijk, dan wordt het feesten. Maar het is supergezellig altijd. Ik wil dat niet missen. Ik heb sinds 1972, toen ik er was, tot 2013, geen ene keer gemist de reunie. Alleen de laatste 3 jaar heb ik ze gemist. Ja, ja, logisch dan. Ja. Ja. Maar die club betekent dan het meest voor je eigenlijk? Niet meer nog misschien wel dan een Sparta? Ja, die betekent meer een Sparta voor me. Ja. Het is jammer dat ik het zeggen moet, maar het is wel zo. Ja. Bij Sparta heb ik me eigenlijk nooit op mijn gemak gevoeld echt. Het is al eigenlijk een beetje de mentaliteit Rotterdam en anders. En dan was je anders? Ja, dan was je anders. Ja. 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 Nu zeg je, ik volg het wat minder. Maar zoals vanavond, een wedstrijd als Feyenoord-Roma. Ja, daar kijk ik naar. Ik ben nog steeds wat dat betreft wel op de hoogte wil ik blijven natuurlijk. Ja. Wat voor verwachtingen heb je? Ik vind dat Feyenoord het goed doet momenteel. Dat is mijn idee dan hoor. De resultaten zijn wat anders, maar dat wil niet zeggen dat ze slecht voetballen, zeg ik altijd maar. Nee. Wat betekent dat? Als je zegt, nou, ze spelen eigenlijk wel goed, maar dan heb je wel gewoon... Ja, ze missen een spits, dat is het enige wat ik zeg. De rest zit allemaal goed in elkaar. Ze hebben geen afmaken momenteel. Gaat dat ze opbreken tegen Roma? Of denk je nou, wie weet, 0-0 is genoeg, laat ik het zo zeggen. Ze hoeft niet te scoren. Uit de tweede lijn moet komen vandaag, hè. Die er overheen komen. Dat is belangrijk. Dan denk je aan een Toornstra bijvoorbeeld. Bij wijze van spreken, ja. En een Klaasje en zo. Die dan echt doorstoten. Als ze de overhand hebben, want het is ook belangrijk hoe ze aanvallen in elkaar. Een tegenstoot en zo, dan met snelle mensen weer eruit kunnen komen. Ja. Nou, zou het echt een stunt zijn als Feyenoord de nummer 2 van Italië eruit kan kegelen? Of denk je, nou, we moeten ineens... Nee, het is mogelijk. Ik vind dat het mogelijk is. Heb je de heenwedstrijd ook gekeken? Ja. Ja. Nou, Rob zei het al, het had ook zomaar 3-4-0 voor Roma kunnen zijn, hè, die eerste wedstrijd. Ja, maar dat kan altijd zo zijn natuurlijk, maar je moest er wel in het net duwen, maar je niet. Nee, daar ben je wel bekend mee natuurlijk. Ja. Ik heb ze wel eens zo hard erin geschoten dat je het hoorde van het net. De bal onderkant, hoppla. Mooiste geluid ter wereld. Ja, bijna wel. Ja, ja, mooi. Mag ik je nogmaals feliciteren met je verjaardag? Dank je wel. Vraag ik of je nog wat kwijt wilt? Nee, ik hoef niks kwijt. Oké. Okay. Nee. Leuk dat Rob en Henny er zijn? Ja, die zijn trouw. Ja. Dat is ook wat waard. Ja, nou, ik heb er nog meer van oud, van heel oud natuurlijk, hè, van DFC nog. Die komen ook telkens. Die zullen vandaag ook alweer komen. Vanochtend heb ik er al 2 gehad, dus... Nee, ik heb geen moeilijkheden met visites en zo. Nee. Lang zal die leven. Daar hoor jij niet bij, hè? Ik ben de enige die kan zingen hier. Ja. Ah, mooi. Geweldig. Kijk.